Het is week 40. Dit is het weekoverzicht met daarin. Voor deeltijd in Raad Gulpen Wittem over Mozaqua. Vaalse raadslid zwaait na 40 jaar af. En 5 weken in niemands land. De partijen in de Raad van Gulpen Wittem lijken nog altijd geen duidelijk oordeel te hebben of zwembad Mozaqua in Gulpen open moet blijven of niet. Dat bleek woensdag tijdens de commissievergadering, waarin gesproken werd over de toekomst. De coalitie heeft ernstige bezwaren, de oppositie is juist verdeeld. Het maakt de keuze er niet makkelijker op, terwijl die al over een kleine 2 weken genomen moet worden. De discussie lijkt nog altijd simpel. Enerzijds heb je de economische kant. Kan Mozaqua zichzelf redden? Hebben ze genoeg spek op de ribben? En gaat het zwembad alleen lukken? Aan de andere kant de maatschappelijke kant. Zo zeggen coalitiepartijen Fractie Fransen en Balans dat ze grote twijfels hebben over de financiën van het zwembad. Uiteindelijk is en blijft het de vraag, wat is Mozaqua ons waard? Oftewel, hoeveel geld willen we blijven uitgeven aan het behoud van Mozaqua? En de vraag is, kunnen we de inwoners van Gulpen Wittem financieel laten opdraaien voor de gevolgen mocht het misgaan met het zwembad? Hoe hoog zijn deze verwachte kosten? Dat is wat wij als leken dan moeten beoordelen. De oppositie is verdeeld. Zo wil Doet22 eerst meer onderzoek, terwijl het CDA juist wil dat het zwembad hoe dan ook open blijft. Wat onze fractie betreft is Mozaqua één van de parels van Gulpen Wittem en die moet behouden blijven. En dan is er nog de vraag van het doelgroepenbad. Dat is een zwembad waar bijvoorbeeld ouderen baantjes kunnen trekken en kinderen zwemles krijgen. De grootste partij in de raad, fractie Fransen, wil dat er zwemwater blijft in Gulpen Wittem en dus wordt er gekeken naar zo'n doelgroepenbad. Toch is de wethouder duidelijk. Gulpen Wittem kijkt naar een flink begrotingstekort. Ook voor een doelgroepenbad is dus simpelweg geen geld. In 2021 is zo'n 4,2 miljoen kwijtgescholden. Welke betere start kun je krijgen? En dus blijft dit gissen over hoe de toekomst van het zwemwater in Gulpen Wittem eruit ziet. Over 2 weken, op 17 november, mag de raad definitief gaan besluiten. En dit gebeurt daar nog meer deze week. 81 jaar is hij raadslid Thijs Jussen uit Vaals. Na een 40-jarige carrière in de gemeentepolitiek van Vaals heeft hij maandag definitief afscheid genomen van de politieke arena. 19 juni 1979 was dus die eerste dag. In al die jaren heeft Jussen een hoop dingen meegemaakt. Maar toch lijken de onderwerpen van toen niet zo anders dan die van nu. Nou, het meeste wat mij het meeste bijgebleven is, dat zijn zaken waar wij van geprobeerd hebben om dus Vaals op een hoog niveau te houden. En dat heeft iets met landelijke politiek vandaan. En dat stoort me ontzettend al. Want het is op dit moment zo dat de politiek, welke niveau dat je op praat, die werden altijd, hebben de altijd dat we moeten de middengroep helpen. Heb ik gezegd van luister, je moet starters helpen. De grond onder het huis, die blijft bij de gemeente. Die hoeft hij niet te kopen. Hij moet alleen een contract tekenen dat als hij verkoopt, dat hij weer aan een waanzinnig verkoopt. Niet alles werkte dus, want je hebt ook nog te maken met een gemeenteraad. Toch kan je je natuurlijk afvragen hoe iemand het 40 jaar lang volhoudt in de gemeentepolitiek. Voor mij is het altijd leuk gebleven, omdat ik bekend sta als iemand die een enorme dossierkennis had. Ik had niet naar een vergadering zonder dat ik fatsoenlijk voorbereid ben. Ja, en hier zat hij dan altijd, hè? Ja. Stukken te lezen. Ja, stukken lezen. En ook toen ik wethouder was, dan zat ik soms tot 2:30 s'nachts hier stukken te lezen. En tot 2:30 stukken lezen kan soms ook voor lastige situaties zorgen in je relatie. Ja, terwijl uw man decennia lang in het gemeentehuis rondrende, zat u hier. Hoe was dat voor u? Nou, eigenlijk voor mij de gewoonste zaak van de wereld. Ja. Ik ben er gewoon mee... Niet mee opgegroeid, maar ja, ik was de huisvrouw. Ik deed hier mijn werk en mijn man had die deed niks anders dan de raadstukken voorbereiden. Ondanks dat Jussen al die jaren zich heeft ingezet voor Vaals, heeft hij wel vertrouwen in zijn opvolger. Hij was een opvallend figuur in Valkenburg en omstreken.
Tony Koenengracht. Hij stond bekend als de wandelaar en viel op door zijn kleding en wilde haren. Ongeveer 2 weken geleden overleed hij. Fotograaf Jean-Paul Kane had grootste plannen om het leven van Tony vast te leggen, maar daarvoor was het te laat. Toch kreeg Kane de gelegenheid om nog een paar foto's van hem te schieten. Tony was elke dag in Valkenburg te vinden en op een dag kwam Kane hem toevallig tegen. Dus ik heb het autoruitje open gedaan en ik heb hem aangesproken en we hadden de eerste keer ongeveer een kwartier een enorm fijn en boeiend gesprek. Dus ik heb op een gegeven moment veel te snel gevraagd van: meneer Koenengracht, zou ik u mogen fotograferen? Ik zou u eigenlijk willen volgen een tijdje met uw toestemming om uw leven in beeld te brengen. Nee, zei hij, want met mij kun je niks afspreken. Ik werk niet met afspraken. Als wij elkaar nog een keer moeten tegenkomen, dan gebeurt dat vanzelf. De maanden verstreken, totdat Kane hem op een dag weer op wilde zoeken. Het lukte hem in eerste instantie niet om hem te vinden en wilde een vriend inschakelen om te vragen naar het adres van Tony. Maar toen gebeurde er wat er moest gebeuren. Ik heb maar één vraag, waar woont, en ik wilde zeggen, Tony Koenengracht. En toen zei ik, laat maar. Hij staat 10 meter voor me. En toen stond Tony 10 meter, 15 meter voor mijn auto met zijn lange regenjas. En ik keek zo dwars door me heen. En de rillingen liepen over mijn lijf. Ik ben uitgestapt, ik heb mijn camera laten liggen, ik ben naar hem toegegaan. En ik heb 1,5 uur met hem gesproken. En wat me vooral is bijgebleven, was dat ik op een gegeven moment aan hem vroeg van: Tony, wat is jouw allergrootste wens? En in mijn hoofd was ik al aan het invullen. Ik dacht, die gaat nou zeggen dat ik ook in mijn leven een leuke vrouw tegenkom. Of dat ik de liefde nog ervaar in mijn leven of iets dergelijks. Maar hij zei heel iets anders. Hij zei, mijn allergrootste wens is dat ik niets meer te wensen heb. Na dat lange gesprek waagde Kane een tweede poging. Hij vroeg of hij Tony mocht fotograferen. Na wat aarzelen besloot Tony dat dat mocht. En dat leverde een paar foto's op die weergeven wie Tony was. Ja, favoriet. Goh, deze foto, omdat ik hem gewoon zo mooi vind. Hij sluit daar eigenlijk net zijn ogen en voor mij is dat een beetje het gevoel dat hij er niet meer is en dat hij zijn ogen voor altijd heeft gesloten, maar dat hij wel iets heel moois heeft nagelaten in de vorm van zijn eenvoud en zijn soberheid. Dan was een Vaals maandag de presentatie van de film Niemandsland. Aan het einde van de oorlog in 1944 hebben Duitsers op de Schneeberg gelegen en Amerikanen op de Veilenerberg. Ertussen was niets meer mogelijk. Dus hebben mensen 5 weken in niemandsland geleefd. In de film komen een aantal senioren die dat toen hebben meegemaakt als kind aan het woord. Ze wonen nu allemaal in zorgcentrum Langendaal in Vaals. Esther Jelsma, die al 33 jaar werkt bij het zorgcentrum, heeft het idee bedacht. Ik heb een comité opgericht onder de noemer: jongens, wat gaan wij rondom 80 jaar bevrijding doen? En daar is het initiatief geboren dat we een film gaan maken. Ik heb 10 jaar geleden een boek uitgegeven, Langendaal herdenkt 1944. En nu 10 jaar later hebben we verhalen van bewoners weten te verfilmen. In de film is te zien hoe de bewoners hun verhalen over de bevrijding vertellen. Toch gaan de meeste verhalen over de 5 weken na de bevrijding, toen Vaals niemandsland was. Maar echt bevrijd waren ze dus eigenlijk nog niet, want ze hoorden nergens meer bij. En daar werd veel over verteld. En daarom is dat het thema geworden van onze 80 jaar bevrijding. Nou, dan vertellen ze bijvoorbeeld dat ze heel veel in een schuilkelder in zijn geweest. Ze vertellen erover dat er heel veel bombardementen hebben plaatsgevonden. Ze vertellen dat ze angst hebben gehad. Ze vertellen erover een Duitser is neergeschoten, maar ik mocht wel zijn schoenen hebben, want we hadden heel weinig. Enzovoort, enzovoort. Eigenlijk heel veel. Gisteren was de première van de film en die werd druk bezocht. Ook waren er veel speciale gasten aanwezig. De mensen die een bijdrage hebben geleverd, groot of klein, aan de film zijn uitgenodigd. De sterspelers zijn uitgenodigd, dat benoem ik dus echt onze bewoners. Maar het mooie is dat we een verbinding hebben kunnen maken dat de acteurs in de film, dat zijn onze eigen personeelsleden, kinderen van personeel, onze vrijwilligers en zelfs 2 achterkleinkinderen van de vertellende bewoner. Voor wie de film wilt zien, hij wordt eerst op L1 uitgezonden, daarna zal hij ook op het internet te zien zijn. Dan nieuws aan tafel. Omwonenden van het Ursulinepark in IJzen zijn bang dat er jeugdoverlast gaat ontstaan als er een ontmoetingspunt komt. Is die vrees terecht? Zuchtend zeg ik eigenlijk, waarom voelen de mensen allemaal zoveel overlast?
Zoals we ook voelen dat we te veel asielzoekers hebben, wat ook allemaal niet klopt, snap je? Waar, in welke tijd leven we dat mensen zo snel al die dingen voelen? Maar als je hangjongeren voor je huis hebt met muziek aan tot 's avonds laat en schreeuwen, is het dan niet gek dat mensen beginnen te klagen? Ja, maar je kunt ook denken, ik wou dat ik nog zo jong was. Snap je? Als ik ze bij mij... Ik woon in het Parkenmeerse, tegenover. Hè? Er is altijd veel rumoer overheen enzovoort. En ik zet ook het raam 's avonds open, zodat ik kan horen wat er allemaal gebeurt. En dan ga ik een beetje luisteren en denk, wat zouden ze aan het doen zijn? Wat zeggen die nu tegen elkaar? En waarom zijn kinderen van 14 jaar nog om 3 uur, 4 uur 's nachts in de ding? Ik ben dan nieuwsgierig wat die aan het doen zijn. Dat vind ik interessant. Wat doen die nu zo laat nog? Mm-hmm. En waar zijn ze mee bezig? En dan kijken we nog even vooruit naar komende week. Maandag wordt bekend wie de Michelinsterren krijgen. In het Heuvelland zijn er weer meerdere kanshebbers voor een nieuwe ster. Zo voorspellen sommige culinaire journalisten dat restaurant Ambrosijn in Valkenburg kans maakt op een ster. Ook zou het kunnen dat Bruut 172 in Rijmerstok een derde ster krijgt. Maar dat horen we dus maandag. En dan is daar ook uiteraard aandacht voor in het Heuveland Nieuws. Tot zover het weekoverzicht voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met een nieuw weekoverzicht. En zoals ik zojuist al zei, iedere avond om 7 uur het Heuveland Nieuws. Ik wens je voor nu een prettige dag.